Nou, er gebeurt helemaal niks meer. Yolo, wij zijn Sue! Wij zijn Sue! En welkom bij een nieuwe teleshopping! Welkom bij een nieuwe teleshopping! Welkom bij een nieuwe teleshopping! We zijn vandaag terug met een nieuw product. Ik heb van God gehoord vandaag dat er geen doosje beneden staat. Dankjewel, God. Twee. We hebben vandaag een nieuw product, namelijk... De Mighty Jump. A dead battery. You're not gonna make that meeting. The kids are gonna miss their game. No more tangling with dangerous old-fashioned jumper cables. The Mighty Jump may be small, but it packs the power you need when you need it most. It will quickly jumpstart virtually any vehicle from the safety and comfort of your driver's seat. Okay, this is a switch. And this mighty miracle uses the car's own wiring to run a charge of power directly to your battery. Within minutes, your battery will be ready to start, and you'll be on your way. Even samenvat in Nederlands, omdat jullie motherfuckers geen Engels kunnen. Oké, wat de Mighty Jump start te doen. Je hebt dus je accu verloren. Nee, die heb je niet verloren. Die zit nog in je auto. Je accu is leeg. Wat er maar meestal gebeurt is dat een andere auto moet komen. Doe je van een kabeltje eraan, kabeltje aan jouw auto. Of je moet duwen. Zoals gisteren, mijn auto was leeg. Dit ding hoort gewoon vanuit je auto weer je accu op te laden. Dus dat gaan we in de praktijk testen vandaag. Doe even lezen! Je hebt hem, man. Mooi, compact, klein, zwaar. Jongens, wat is het nou weer voor kwaliteit? Gaat ook nu al los gewoon. Laten we naar buiten gaan. Nou Rico, we staan lekker buiten. Maar het is in ieder geval wel fucking lekker weer. BMX'ers zijn lekker aan BMX'en, weet je. Fucking chill. We staan bij skateparkje in Scum. Maar Steffels auto staat hier en we moeten nu echt even in de praktijk gaan testen of het klote ding nou werkt of niet. Ja. Heb jij een beetje vertrouwen in? Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, want al die zit van Tommy Teleshopping is gewoon in een kut. Dat moet je niet zeggen. Stap 1, we laten Steffels auto leeglopen. Ja. We gaan lekker de radio aanzetten en de ventilator. Zonder dat motor. Oké jongens, het is zover. Mijn auto is leeg. Ik zal het even jullie goed laten horen. Nou, er gebeurt helemaal niks meer. Wat we gaan doen? Dit heb ik op het filmpje gezien, hè? Ik heb de beschrijving niet gelezen. Maar op het filmpje pleuren ze gewoon dat ding weer in. Nou, en hij werkt, want ik kan mijn telefoon via opladen. Dat zal het probleem niet zijn. Ik doe hem erin. En doe de schakelaar om. Hij is groen. Hij moet gewoon 10 minuten wachten. Oké jongens, 10 minuten zijn verstreken. Ik ben benieuwd of hij gaat starten. Moment van de waarheid. De Mighty Jump Start Cable, here we go. Wat ben je aan het doen? Hij doet gewoon niet. Hey man, echt niet? Nope. Wat nou, als je op de ouderwetse manier doet, is wel gewoon met gas indrukken. Nee, want hij maakt helemaal... Hij maakt geen contact. Hij maakt gewoon helemaal geen contact, weet je. Hij is gewoon helemaal. Teleshopping, lekker bezig. Dit is het moment dat Stefan denkt, ah fuck dat. Wat ben je van plan, Stefan? Ik ga de plus op de plus zetten en de min op de min. Zo, van stroom af. Ja. Nou jongens, hij doet niks. Doet hij niks? Nope. Nou, Stefan, vind je nou van? Ja, ik vind het helemaal mooi. Maar we moeten toch echt die auto gaan duwen nou. En wie gaat dat doen? Steempje schaar. Ja, jij. Lotto, jij moet het doen. De startkabels weer opnieuw gedaan, maar door die fucking Mighty Jump was er dus een zekering kapot gegaan, waardoor ik dus niet meer kon starten. Hij doet het weer. Wij gaan lekker door om dit prachtige product even te beoordelen. Zie jullie zo. Oké, jongens, daar zijn we weer. We zitten weer. Zoals jullie net zagen, dan kan je zeggen. Weet je, ik vind dat echt uitzekerend goed werkt om je zekering door te branden. Wat een apparaat! Functionaliteit. No Kony. 20 euro! Jezus! Nou, als je voor 20 euro iets wil hebben van die werk, dan moet je vooral kopen. Maar dat geeft no Kony. Nul? Ja. Oké, nu is het moment van de waarheid, jongens. Stefan heeft een bijna open. Volgens mij gaat dat ding echt accu hier spuizen in ons gezicht. Want ik denk. Wat ik denk. Nee, joh! Dit! Nee, joh! Wat actual fuck, hè? Dit is een fucking. Dit is echt het laatste wat ik had verwacht, jongen. Gewoon fucking penlight. Kijk dan, jongens, kijk dan. Dat had ik niet verwacht, hè. Kijk dan. Hij ziet er helemaal fancy uit. En er zitten er allemaal aanbatterijen in.
Nou, jongens, ik heb nu de binnen- en buitenkant kunnen bekijken. Het lijkt op een B-drill, maar ik vang toch liever een echte Pokémon. 0 kronen. Nou, dan komen we op een totaalscore van 10 kronen uit. 0 kronen natuurlijk. Laat alsjeblieft deze keer wel echt erover achter op de Facebook-page van Tobin Teleshopping dat niemand dit ding moet kopen. Nou, we hebben wel wat goede dingen gehad, maar dit, jongen, dit had ik echt niet verwacht. Ik ook echt niet. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie net zijn geschrokken als ons. Ja, en doe even een duimpje omhoog als je zo bent geschrokken. Ja, en doe deze video even op Tobin Teleshopping. Facebook. Tot de volgende keer, jongens. Lotto! Hey, Lotto! Hey, Lotto. Wat een product.